De Rode Duivels worden wereldkampioen. En dat allemaal dankzij de beste fans. Oppersupporter Henk Rijkaard knutselt elke week iets in elkaar om nog beter te kunnen supporteren. Een goede supporter moet lawaai maken. En met zo'n vuvuzela lukt dat perfect. Alleen echt Belgisch is dat niet. Daarom heb ik een Belgische versie gemaakt. De Pipizela. Een manneke pistoeter. En dan moet je gewoon zo op zijn fluitje blazen. En dan heb je een typisch Belgisch supportersinstrument. Hé? Of misschien toch gewoon iets anders? Het probleem met die toeters is dat je er moet op blazen, terwijl je ook af en toe eens wil babbelen met je vrienden of eens drinken van je pintje. Daarom dacht ik, als ik die toeters nu eens aansluit op een pomp, en dan steek je die pomp onder je oksel, voilà, en dan kun je van je pintje drinken en verder supporteren. En ik zie jullie nu al denken, ja maar Henk, dat is toch niet echt Belgisch niet meer? Nee, dat is eerder iets Schots. Dat is een soort van een doedoezela. Dan was die pipizela veel beter. Misschien wel, maar ik ben nog niet klaar, hè. Wacht. Nu ben ik klaar. Ik heb die toeters in van die grote duivelshorens gestoken. Want uiteindelijk doet iedereen deze belachelijke rode duivelshorentjes aan. Ik ben een rode duivel. Rauw, rauw. Dat is toch geen rode duivel? Nee, dit is een rode duivel. Ik ben een rode duivel. Ah! En dan hier zo met die pompen onder je oksels, kunt je nog die toeters bedienen ook zo. Zo, voilà. En dan ben je een super stoere Rode Duivels supporter. Toch? Zo, als de Rode Duivels nu geen wereldkampioen worden, dan zal het toch zeker niet liggen aan het enthousiasme van de supporters. Tot volgende week! Ah, ik ben een Rode Duivel. Zo, Rode Duivel. Rode Duivel, let op, ik ben een Rode Duivel.